welkom bij de zesde aflevering alweer van Babbel Hap. Mijn gast van vandaag heb ik pas twee keer eerder ontmoet, dus ik ken haar niet heel erg goed. Maar ik vond haar meteen zo ontzettend leuk dat ik dacht, zij moet de gast zijn in deze show. Hier is Jentel. Hallo allemaal. Leuk dat ik er mag zijn. Voor de mensen die jou niet kennen, ja. Ik denk, kennen mensen jou? Je hebt één keer wel in de vlog gezeten. Ja, maar dat was echt heel kort. Bij ja. De ladies. Misschien dat met... Ga zoeken welke vlog het is geweest waar ik in heb gezeten. Laat het weten. Kijk terug. Ja, het was zo leuk. Jij was bij de Ladies Night. Ja. En mijn schoonmoeder was er ook. En ik weet dat ik toen, volgens mij zei ik dat, heb ik dat toen tegen jou ook gezegd meteen? Van... Ja, jij bent daarin wel heel erg enthousiast. Jij zei gelijk van, oh wat ben jij gezellig. Ja, jij was ook helemaal lekker los. Toen dacht ik, oh dit is echt leuk. Ja, ja. Wij kennen elkaar dus gewoon doordat jij mij volgt op YouTube. Ja. En... Reageer. Altijd reageer. Trouwe volger. Dus ik dacht, ja. Nou, we gaan gewoon samen een aflevering maken. Ja. Vet gezellig. Ja, we hebben ook wel iets gemeen, want we zijn allebei bonusmoeder. Gaan we verder niet over kletsen. Nee, ja. Zou jij nog iets willen vertellen over jezelf? Ja, ik ben dus Jentel en ik woon samen met Roe, Esmee en onze hond in Nieuwekerk aan de IJssel. Ik ben hartstikke blij om hier te zijn, want ik vind het heel erg leuk en ik ben heel erg supportive voor jou. Ja. Dus ik wil dat Babbel Hap echt... een groot succes gaat worden. Oh, dat ik mijn steentje mag bijdragen. Ja. Leuk. Ja. Ik denk dat we maar gewoon meteen gaan beginnen met jouw gerecht. Oké, is goed. En dat betekent dat het tijd is voor de hap van de gast. Er komt zo'n filmpje. Hap van de gast. Mijn gerecht is een pesto aioli. En waarom? Waarom gaan we die maken? Nou, omdat ik heel erg van knoflook hou. Lekker. Ja, ik heb een heel klein beetje Grieks bloed. En voor mensen die dat weten, Grieks keuken gebruikt heel veel knoflook. Dus dat. En eigenlijk, ja, ik hou ook wel heel erg van Italiaans eten. En dat is natuurlijk weer de pesto kant. Dus ik denk dat dat een goede combinatie is. Jij mag gaan vertellen welke ingrediënten we nodig hebben. We hebben twee eierdooiers nodig. We hebben twee eierdooiers nodig, 15 gram pijnboompitjes, 3 knoflookteentjes, 15 grote blaadjes verse basilicum, 1 theelepeltje gedroogde basilicum, 1 theelepeltje gedroogde oregano, het sap van een kwart citroen, 130 milliliter zonnebloemolie of milde olijfolie. En het is afhankelijk van de substantie van de aioli die jij lekker vindt. Dus wil je hem wat dunner, doe je er wat meer olie bij. Wil je hem wat dikker, wat minder olie. Ja, en het is best spannend om dat erbij te doen. Maar dat gaan we denk ik straks zeggen als we bezig zijn. Ja, precies. Dat moet heel geleidelijk. Zo, want ik heb dit dus bij de borrelbar heel vaak gemaakt. Ja. En het is regelmatig mislukt. Ja, de kunst is eigenlijk om het heel geleidelijk in etappes. Precies. Ja. Dat is echt belangrijk. Dus denk niet als je het recept leest... Oh, dit slaat bij gieten. Nee. Dat is echt key. Ik heb dit nog nooit geproefd, dus ik ben benieuwd. Oké, dan gaan we nu naar de how-to. How-to. Nou, wat ik wel als eerste eigenlijk altijd doe, is... Nou, ik heb mijn haren al vast, want ik vind het heel fijn om mijn haar uit mijn gezicht te hebben als ik ga koken. En ik doe mijn ringen af. Oh, ja. Mijn handen heb ik net al gewassen, dus... Dat is zo leuk. Ja, dat staat ook heel mooi. Nou, we gaan eigenlijk beginnen met het bakken van de pijnboompitjes. Want die kunnen dan tegelijkertijd dat we de andere dingen aan het klaarmaken zijn afkoelen. Oké, we laten de pan goed warm worden. Je doet bij het roosteren van de pijnboompitjes geen olie of iets dergelijks in de pan. Want de pijnboompitjes zelf bevatten al olie. Dus wat ik altijd doe, ik laat even de pan op temperatuur komen. En dan gooi ik de pijnboompitjes daarin. En wat ik belangrijk vind, omdat je wilt dat de pijnboompitjes rondom goed geroosterd worden, is dat je de pan in beweging houdt. Ja, want anders gaan ze in één keer heel bruin worden. Gaan ze heel bruin worden en dat is ook niet lekker, want die verbrande smaak die proef je heel erg. Die verpest alles. Ja, en is heel overheersend. Ja. Dus we gaan gewoon nu laten roosteren tot het een mooie kleur heeft. Je ruikt het dan op een gegeven moment en dan doen we ze apart met een schaaltje om af te koelen. Ja, ik had er ook eentje gemaakt en dan had ik ze niet zo goed geroosterd. Ja. En dan heeft het geen meerwaarde. Nee. Je moet ze echt wat goed beter roosteren, want dan proef je een beetje dat rokerig. Oh ja, ik ruik ze. Kijk, je ziet nu dat ze bruiner zijn geworden. Ongeveer een beetje lichtbruin. Je ruikt het ook heel goed, dus dan weet je dat ze klaar zijn. Toppie. We
Voor het gemak eerst eventjes de knoflookteentjes ontstellen. Ik doe altijd even zo breken. Die truc ken ik, die is heel goed. Hou jij veel van koken? Ik hou wel van koken, ja. Ik moet zeggen, dat is ook wel gegroeid hoor. Mm-hmm. Ik ben niet van huis uit onwijs kokkereller. Maar ik merk steeds meer hoe leuk ik het vind. Vooral als ik mensen zie genieten van iets wat ik heb gemaakt. Ja. Dus dat. Oh, leuk. Ja. Dat is ook echt fijn. Ja, dat is fijn. Dat vind ik denk ik ook een van de leukste dingen. Ja. Dat is ook de reden waarom ik voor mezelf vaak niet kook, denk ik. Ja, boeien. Bak wel een ei. Oké, dan gaan de knoflookteentjes in de Maggi-mix. Woehoe! Ja, daar is het dingetje. Oké, dan gaan we de eieren scheiden. Nou, ik tik hem kapot op de helft. Woehoe! En die dooier ga je dan meteen hierin gooien? Ja, die dooier gooi ik er gelijk in. Skills. Nu heb ik even... Als je een liedje zingt, gaat het bij mij echt... Oh, jij doet het ook zo afhakken aan de schil. Ja. Dat slijm, hè? Hoe? Ik zou niet weten hoe je dat anders doet. Nee, ik heb geen idee. Ja, dit ziet er wel goed uit. Ja, het ziet er echt goed uit. Is die lekker creamy? Ja. Ja. Oh. Gaan we de olie erbij? Ja. Romige substantie. Ja. We hebben zo meteen ongeveer de sap van een halve citroen nodig. En wat ik altijd doe, mm-hmm. is dat ik de citroen goed rol. Zo. Naar alle kanten. Dan krijg je het meeste sap eruit namelijk. Slim. Elise, die deed een vork erin als hem open snijdt. Oh! Doe jij dat? Nee. Ik ook niet. Nee. Dan krijg je nog ook weer meer sap. Nee, ik doe hem echt heel erg rollen. En je voelt ook al, voel maar dat hij echt zachter wow. wordt. Hij was best hard. Ja, het was best hard. En, maar dat doe ik bijvoorbeeld ook bij een limoentje of iets dergelijks. Jij deelt echt nu al allemaal tips. Ja. En je echte tip moet nog komen. Nou, dit was één van mijn kooktips. Je mag er gewoon meerdere delen. Ja. Ja, ik heb er wel een paar. Kijk, ik kan het ook zien. Ik probeer het even op de camera te laten zien. Het is echt helemaal... Dit vind ik echt een goeie. Wee. Pak ik weer een bakje. Dan snijd ik citroen. Als je hem namelijk gerold hebt en daarna door de helft snijdt. En dit gaat uitpersen. Doe het niet direct persen in hetgeen waar het in moet. Want zelfs gaat er een pitje in en dat is heel vervelend om er dan weer uit te vissen. Ik vang het sap dus apart op in een bakje. En ik hou mijn hand eronder, zodat de pitjes in mijn hand terechtkomen. Helemaal goed. Wij deden het steeds met een zeefje, maar dit doe ik eigenlijk ook. Ik doe het ook in mijn hand. Ja, ik doe het met mijn... Ja. Ik ben van gemak dient de mens. En zo min mogelijk afwas. Ja. Dan gaan we de Maggi-mix aanzetten. En geleidelijk in etappes de olie toevoegen. En wat ik daarmee bedoel is dat het echt een heel dun straaltje olie mag zijn. Ja. En dan ongeveer een paar seconden. Dus ik zou zeggen tel tot bijvoorbeeld 3. Gewoon langzaam. Gewoon 1, 2, 3. En stop dan weer eventjes met olie toevoegen. En doe dit totdat je de juiste substantie hebt. Wat een tips! Wat ik altijd spannend vond, is op een gegeven moment ging ik te ver door en was hij helemaal aan het ontbinden. Ja. Heb je het wel eens gehad? Nee. Dan ben je echt een iodi-chef. Nou ja, het is denk ik geduld. Dat is het denk ik, ja. Ja, het is en echt... kijken. En kijken en blijven kijken. Oeh, daar gaan we. Door even kijken hoe de substantie eruit ziet. Geduld is key. Je bent echt een goede chef, man. Kijk, je ziet nu ook al dat het iets... Ja, maar het is nog veel te oranje, toch? Maar het is nog veel te ja. Ja, zeker. Wat mooi. Wat ziet er mooi uit. Dus we gaan door. Het is zo jammer, want we zitten allemaal dingen te zeggen die jullie niet kunnen horen. Maar dit weet ik inderdaad nog. Ja. Jentel zei, want het is zo heerlijk om dat te zien veranderen. En dat snap ik wel. Bij dit is geduld ook leuk om te zien. Maar op een gegeven moment krijg je in één kant zo'n dikke blob, hè? Kijk, het is nu echt... Ik had helemaal zo'n flashback. En dan kwam het moment dat ik soms dus te veel olie deed en dat het helemaal uit elkaar viel. Ja. Dan gaan we voor het laatste keer. Nu gaat dus geleidelijk dan ook wel de citroen erin. Ja, geleidelijk ook. Ja. Er zit nu dus een kwart citroensap in. Ja. Wow, hij is wel echt, lijkt het door de citroen ineens lichter en creamier geworden. Kan dat? Ja. Hij is heel romig, hè? Hij is heel romig. Zo. De basis van de aioli laten we in de Maggi-mix, want we gaan namelijk verse basilicum toevoegen. Oh, dat
Ja. Daar heb ik echt zin in. We gaan 10 grote blaadjes basilicum toevoegen. Oh ja. Niet te kleine. We want the big leaves. Oeh. Dit lijkt me zo'n lekker onderdeel. Oh, ik heb er ook 1 gedaan. Ja, 4. Ik had die al meegeteld. 5. 6. Nu wil ik. Ja. Jij mag. Mooi hè? 7. 8. 9. Aan jou ook de eer. Oh, wat lief. Dat vind ik leuk. Nou, we kunnen ook proeven hè? Prima. 10 voor nu, in ieder geval. Helemaal goed. Gaan we dat spannend, aanzetten. Dat heb ik nog nooit gedaan. Nu doe ik er basilicum in en dan... Ik werk dus nooit met gerookte kruiden, ik ben echt benieuwd. Echt een klein beetje. Ja. Echt een, gewoon een klein theelepeltje. Oh, je gaat het ook helemaal mooi verdelen. Ja. En ook meteen de oregano. 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 Ja. Sommige mensen zeggen oregano. Oregano. En daar ook echt gewoon een klein theelepeltje van. Dus echt geen bol erop, gewoon een klein beetje. En beter later meer toevoegen. Ja. Ik ben dus benieuwd. Ik dacht dat die misschien fel groen zou worden, maar dat gaat hij helaas niet worden. Spannend. Wel spannend de hele tijd. Ik vind het heel leuk om steeds te kijken hoe hij eruit ziet. Ja. Die randjes mee bakken. Dat is zo lekker. Oeh, hij ruikt lekker. Ja, hij is zo romig. Ja, hij is heel romig, maar hij ruikt wel echt heel zo lekker. Maar dit is echt zo'n aioli van 900 calorieën per 100 gram. Ja. Dus lekker. Ik zou nog 5 blaadjes verse basilicum bij doen. Dus in totaal 15 blaadjes verse basilicum. 1. 2. Wat ik ga doen, ik ga de pijnboompitjes, dus als jij mij die aan wilt geven. Ja, natuurlijk. Die ga ik pletten. Ja, leuk, want jij wilde het helemaal fancy doen, maar ik zei doe maar gewoon jouw manier. Ja, mijn manier is inderdaad een huistuin- en keukenmanier. Ik neem 2 velletjes... keukenpapier. Ja. Daar leg ik het tussen. En dan heb ik eigenlijk ook even een glas met een brede onderkant nodig. En dan ga ik het eigenlijk dus tussen 2 velletjes. Oh. Goed ook als je een beetje agressief bent, een beetje boos. Ben ik niet hoor. Wow, zie al dat vet eruit komen. Ja. Mijn olie komt eruit inderdaad. Ja, die is, willen we natuurlijk wel zoveel mogelijk ook nog een beetje erin. Dus we gaan niet te ver. Ja. Zo, we laten het zo. Ik zal het even laten zien. Oeh. Hoeveel ik kon kijken hier. Oh, er blijft bijna niks van de nootjes plakken. Mooi. Haal ik er een heel klein beetje van af om aan het einde over het schaaltje die gevuld is te gooien. Gewoon een heel klein beetje. En we gaan er niet meer malen, hè? We gaan nu met de hand roeren, toch? Ja, we gaan nu met de hand roeren, want je wilt eigenlijk dat er een beetje stukjes in blijven zitten. Ja, lekker. Wat ziet u erin? Oh, en we gingen nog wel een beetje zout bij doen, hè? Ja. Oeh, hij ruikt heel perfect, die knoflook. Ja, hij is niet too much, hè? Nee. Gewoon lekker. Lekker. Ik heb echt zin om het eventjes zelfsprekend te roeren. Het ziet er zo lekker uit. Oeh, hij is ook helemaal niet heel dik. Hij is echt perfecto. Kijk, dus je vroeg het, hè, of het eraan bleef plakken, maar dat valt echt wel heel erg mee. Ja. Zo. Je had te zorgen dat je niet in dit gat gaat. Dat zou heel erg zonde zijn. Kijk, ik ga het toch roeren. Ja, doe maar. Dat mag jij. Je ruikt ook die pijnboompitjes een beetje. Lekker joh. Daardoor krijgt het ook nog romiger. Ja, er zit ook olie in. Kijk, je ziet ook dat hij iets glanzender wordt. Oh, glanzender. Ja. Ja, stop. Oké. Maar bij dit recept zie ik wel van, je kan dit zo erg naar eigen smaak doen. Dus je kan hem dunner maken, je kan hem zouter maken, je kan er meer knoflook in doen. Mm-hmm. Meer basilicum, meer pijnboom. Ja, gewoon naar smaak. Ja, het enige waar je dus echt mis mee kan gaan is als je te veel olie in verhouding tot eigeel. Ja. Verder. En dat krijg je ook niet meer goed. Dus dat is het echt. Dan moet je helemaal opnieuw beginnen. Ja. Beetje gladmelk of juist zo? Ik vind het zo leuk. Okay. Omdat het ook stukjes pijnboompitten zitten. Ik heb een kwakkie. Oké, eerst strooien we er eventjes de pijnboompitjes op die je hebt achtergehouden. Oeh. Een beetje in het midden, want je wilt dat kleur... Mooi, toch hè? Alsof je hazelnootjes van de snackbar. Ja, en dan hou je je gast een klein beetje... Mooi. Voor de gek. Zo, en dan mag het takje basilicum in het midden? Ja. Als een vlag? Ja, zoiets. Iets laten zien. Ik vind het altijd mooi als het naar één kant een beetje... Oh ja, pretty. Nou. Ik wist helemaal niet dat jij zo chefie was. Kijk eens aan. Oh my god, dan is lekker. Het tijd voor de... Taste test. Hey. Oh, lekker dik. Ik heb nooit een woord om met aioli. Heb ik te veel? Nee joh, je moet wel wat proeven.
vertrouwen kost. Ik vind het lekker. Ja. Hij is heel zacht, hè? Echt wolkenachtig. Vind ik lekker. Ja. Ja. Lekker. Goed gedaan. Thanks. Dan is het dus nu tijd voor de kookwekker. De kookwekker? Ja. Oh. Snel, hè? Echt. Sporty girl. Oh, heb je dit netjes gemaakt? Je hebt verdiend dat het nu tijd is voor de kookwekker. Tring! Vraag numero uno. Wat mag er niet ontbreken op een goede borrelplank? Rauwkost. Ik zei net tegen jou dat mijn moeder dat ook had gezegd. Oh, had je dat ook gezegd? Oké, iets anders. Nog een keer. Nee, wacht. Ja. Nee, je gaat niet iets anders zeggen. Ja. Maar dan wist je dat alweer vergeten. Ja. 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 Ik dacht, zeg je nou dit als grapje? Nee. Nee, ik vind dat namelijk lekker fris. Ja, is ook heel lekker. Omdat sommige dingen zijn heel kruidig. En als je dan iets fris tussendoor, dat vind ik lekker. Ik denk dat jij ook wel overeenkomsten met mijn moeder hebt. Eigenlijk. Ja? Ja. Maar ik vind jouw moeder heel leuk, dus... Ja, Elina, love you. Ik vind jou. Nee, ik denk eens dat jullie het wel met elkaar kunnen vinden. Ja. Wat kook je als je even snel iets in elkaar wil flansen? Pasta. Zo, dat was snel. Wat voor pasta? Ja, meestal pasta gewoon met verse groenten. Lekker. Dus met tomaten passata en dan vers gesneden groenten. Ik moet ook zeggen dat als we het maken... Maken we meer en vriezen we gewoon portjes in. Lekker, dat is echt zin. Dus, en dat is zo fijn, want je hebt dan gewoon een vers gerechtje, wat dan geen moeite heeft gekost. Ik merk hoe ouder ik word, hoe meer ik invries. Ja. Van waar ik zie ineens in hoe handig dat is. Ja, en hoe zonde het is om zoveel weg te gooien. Echt. Dat is niet normaal. 100%. Mensen gooien zoveel weg. Ja. En om steeds eten te bestellen, omdat je geen zin hebt om te koken, dan kan je beter extra maken. Ja, eens. True. Je date komt vanavond voor het eerst bij je eten. Je bent al 11 jaar in een relatie met nu een date. Ja, oké. Okay. Wat maak je en ga jij je best doen? Oeh. Ik denk dat als het echt een eerste date zou zijn, dan zou ik het eigenlijk misschien juist wel te moeilijk vinden om dan echt te gaan koken. In eerste instantie denk ik, oh weet je, ik ga gewoon bestellen. Ja? Ja. En dan wel gewoon leuk tafeldekken. Ik zou niet gaan doen alsof dat ik het gemaakt heb, maar wel gewoon leuk neerzetten. Ik ben dan wel zo iemand die dan zou bestellen en dan zou zeggen van ja, want ik was veel te zenuwachtig om te koken. Oh ja, gewoon eerlijk. Ja, ik ben daar wel eerlijk dan in. Ja, dat zou. Wat bestel je dan? Sushi. Ja? Lekker. Lekker. Ja. Dit is je laatste dag op aarde. Wat ga je sowieso nog eten? Oh. Sushi is wel echt iets wat gewoon heel lekker is. Ja. En waar je gewoon een soort van met een goed gevuld buikje... Misschien wordt je wel het universum in. Ja, of gewoon echt zo'n hele lekkere salade of zo. Dat vind ik, kan ik ook wel eens echt van genieten. Laatste vraag. Laatste vraag, jongens. Dat is dan misschien ook lastig. Wat is jouw guilty pleasure op het gebied van eten? Op het gebied van... Voordat je andere dingen... Ja, ik denk dan toch... Een kapsalon. Ja, dat snap ik wel. Dat is echt een guilty pleasure. Ja, ja, en ik voel me niet eens heel guilty. Maar nee, dat is wel iets wat je natuurlijk echt niet vaak moet eten. Nou ja, dat is wel wat je snel in de categorie guilty pleasure moet. Ja. Ja, en gewoon echt een goede patat. Echt zo'n puntzak brandadage met een goede mayonaise. Ja, dat is gewoon echt af en toe is dat gewoon heerlijk. Dat heb ik dus echt misschien 1 keer in 2 jaar. Ik hou niet zo van patat. Nee. Mijn guilty pleasure is eigenlijk ook sushi. Ja. Ik ben zo geobsedeerd met sushi, nu al 10 jaar of zo. Ik ben zelf bijna een vis. Ik vind het zo lekker. Ik echt maar dat is toch helemaal goed? Maar heel zegt dan van, jeetje, weer. Weer. Ik wilde het liefst. Maar ook altijd zo'n nigiri. Ja, die vind ik het allerlekkerst. Ja. Oh, daar gaat de bel. Schrik! Toen was ik ook lekker. Nu ben ik jouw assistent, toch? Ja, we gaan naar de help van Charlotte. Ja, neem een hapje van mij. Nee, we gaan iets heel makkelijks maken, omdat ik al wist van ja, aioli kost wel even een beetje wat tijd. Ja. Dus we gaan een blauwe kaasdip maken. Lekker. En ik zie dat eigenlijk bijna nooit ergens. Nee. Maar het is heel simpel, want er zit eigenlijk in de dip zelf maar 2 ingrediënten. Perfect. En het grappige is, jij houdt wel van blauwe kaas, hè? Je hebt zoveel soorten blauwe kaas. Ik denk dat ik pas sinds 1 jaar, 1,5 jaar blauwe kaas lust. Ja. Ik weet dat ik als kind altijd zei van... Ik ga dat nooit eten, gast, voor dat schimmel. Dat ga ik nooit eten. Nooit, nooit. En toen ben ik toch bezweken. Ja. Kan ook over, overstag gegaan. Ik denk dat dat ook gewoon komt omdat je smaak verandert. Ja, want maar ik wilde het niet proeven. Ik dacht, gast, je gaat toch geen vieze beschimmelde kaas? Maar het is er geïnjecteerd. Ja. Ja, ik moet er niet te veel over nadenken. Nee. En die smaak is zo krachtig. Dus ik koop nu heel vaak pasta saus ermee en op de borrelplank. En ik dacht, we gaan er ook een dip mee maken. Ja, leuk. Ik ga er gewoon nu al vertellen wat we nodig hebben. Ja. Je hebt nodig
200 gram blauwe kaas. Heel vaak maken mensen dit met gorgonzola. Mm-hmm. Die is best wel romig. Mm-hmm. Is ideaal voor een dip. Maar ik hou dus niet zo heel erg van gorgonzola. Ik hou meer van die stevigere kazen. Ik zou hem zelf maken met of gewoon zo'n Dana Blue, Danish Blue. Ook lekker cheap. Ja. Of een Roquefort. Ja. Ik heb hem laatst met een Roquefort gemaakt. Dus ik ga nog even kiezen welke van de twee we gaan doen. Je zou dus ook voor een wat bijzonderder kaasje kunnen gaan. Dit is bijvoorbeeld een Queso Valdéon. Deze is van koemelk en geitenmelk. Oh, het is een beetje donker ook. Ja, ja? Het lijkt me ook heel interessant. En hier heb ik nog nooit mee gewerkt. Oké. Okay. Maar in principe, ja, of je nou op een borrelplank doet of een dip gemaakt. Een dip is toch net wel een beetje wat extra's. Of deze. Dit is de Shropshire Blue. Deze hadden we altijd in de borrelbar. Oh. Dit is zo lekker met een Terra Linda rode wijn. Oh, ik kan het laten zien. Ik ga echt een gouden tip delen. Ja. Ik wil dat eigenlijk nooit in mijn leven zeggen, maar ik ga het doen. Deze wijn, Terra Linda Syrah, met dit, is gewoon de hemel op aarde. Ja? Maar het leek me dus ook wel leuk om een keer een dip te maken met deze. En dan bijvoorbeeld de azijn die we straks gebruiken met die wijn te doen. Maar dat gaan we nu niet doen, maar ik wou het toch even zeggen. Ja. Maar zullen we voor nu gewoon ook voor mensen thuis even voor makkelijke kaas gaan? Ik zou gewoon de standaard supermarkt kaasjes doen. Zullen we gewoon de Roquefort nemen voor de smoothness? Ja. Gaan we lekker voor de Roquefort? Ja. Dan hebben we nog nodig 100 gram crème fraîche. Dat is alles wat in je dip gaat. En dan komt er wat overheen. Oké. Okay. Daarvoor hebben we nodig 30 milliliter sherry azijn. Sherry azijn? Nou, dit is dus echt... Hou je dat ook gewoon in de supermarkt? Nou, dit is dus heel lastig te krijgen. Okay. Dus ze zeggen dat ze het bij de Jumbo hebben. Ik heb het nog niet gevonden. Deze heb ik van Crisp. Maar ik heb ook een alternatief. Ik heb hem ook gewoon gemaakt een keertje met rode wijnazijn. Dit is toevallig frambozen wijnazijn. En echt sherry. Dus dat kan ook. Leuk. Maar je kunt ook gewoon wijn, heel veel dingen zijn lekker. Je gaat je uitje hierin marineren. Ja, maar precies. Dan nog een gesnipperd rood uitje. Ja. 2 theelepels honing. Ja. Je kan iets meer doen als je wat zoeter wil. En een handje fijn gesneden bieslook. Oké. Je kunt hem dus gaan snijden. Wat er gaat gebeuren met de ui, die komt bovenop. Ja. Gemarineerd in die azijn. Ja. Dus je ligt er helemaal op. Het is een beetje wat je dus zelf wil. Ik had er dus nu voor gekozen om helemaal fijn te maken in de keukenmachine. Ik heb hem, omdat hij straks 20 minuten moet intrekken, vanochtend al voorbereid. Dus we gaan het nu doen. Ja. Maar ik heb hem hier al. Super. En dit is echt heel fijn. Een beetje compoot maak je ervan. Een uienkompoot. Kijk. Ja. Dit is dus waar ik voor ben gegaan. Echt super toffe kleur ook. Maar je kunt hem dus ook grover doen. Dat is echt wat je wil. Ja, ik vind het lekker omdat het echt bijna gewoon een... Inderdaad, een tweede dipje is die er overheen gooit. Dit is nou een hele grote ui hoor, dus er is kans, dit bevat ook die hele grote ui. Dus er is kans dat dit veel te veel is. Oké. Okay. Maar het chillen is dat je dit nu alleen maar eventjes zo hoeft te doen en dan gaat hij al in de keukenmachine. Ja, natuurlijk. Dus ja, als je die hebt, lekker doen. Trouwens, ik kan hem nu ook minder lang hakken, hè. Dus dit maar net wat je wil. Kijk, dit zou ook al kunnen. Ja, dit kan ook al. Dit is heel veel ui hoor. Ja, dit is wel echt heel veel. Ja. Zie je hoe mooi fijn? Ja, geweldig. Dat is echt ideaal. We gaan nu die sherry azijn in een pannetje even kort aan de kook brengen. Ja. Hoeveel was het ook alweer? Hier, 30. 30. Hoppakee. En dan gaan we dit nu op het vuur zetten. Vuur aan. Dit is gewoon net aan de kook brengen. En als hij kookt, doe je de 2 theelepels honing erbij. En that's literally it. Nou, hij kookt al. Gaat die honing er lekker bij. Zo ongeveer. Wacht even tot die honing is opgelost. Nou, dat is nu al. Dit is echt heel veel ui. Ik had een hele grote ui. Ja. Je hebt 1 rood uitje nodig eigenlijk. Ja, dus je kan de helft denk ik. Ja. Dit mengsel moet er dus warm overheen, want daardoor gaat hij helemaal lekker. Ja. Marineten. Zie je dat hij nu nog helemaal niet die roze kleur heeft? Echt door het intrekken. Ja. Grappig hè? Dat lijkt echt op die uitjes die je in zo'n potje kan kopen. Ja. Die ringen. Ik doe een klein beetje ui. Gewoon goed kijken dat het er mooi verdeeld uitziet. Ja. Dan heb je de goede verhouding. En niet te veel vocht over. Dus. Precies. Hier zie je nog een beetje vocht. Ja. Dat gaat niet later nog intrekken, heb ik gemerkt. Ofzo. Dus oké. Dus die mag je aanvullen. Ja. Dan trek niet heel veel meer in. Maar je kan altijd minder gebruiken straks. Ook trouwens een super chille basis voor een dressing. Deze gaan we wel afspoelen, want je wil niet per se dat die uien smaken hier al. In dit. Het ziet er zo vies uit. Ja, het ziet er altijd heel onsmakelijk uit. Dat klopt wel. Oh, wat zout. Er komt ook geen... Moet je heel eventjes dit randje proeven. Hoeveel zout?
Zo! Bizar, hè? Er komt ook echt geen zout aan meer bij. Nee, dit is... Wauw. Het is echt wel lekker. Het is zo lekker. Daarom, je hebt heel weinig nodig met die kaas op zich. Het is zo lekker. We zitten er wel goed bij met knoflook, blauwe kaas. Hey, nog een gouden kooktip van mij. Ja? Zullen we nu dan de echte gouden kooktip animatie in beeld doen? Op zich is dat wel degene die ik had, want jij doet dit nu. En ik denk, komt-ie. Mijn gouden kooktip is knip je kruiden. Oh ja, doe ik ook vaak. Ja. Heel handig, hè? Ik vind dat dus heel handig. Ja. Want dan kan je het en gelijk zo boven een schaal doen en dan Het is nu dat ik het vast voorbereid, maar normaliter had ik het waarschijnlijk ook geknipt. Vooral die slook, heerlijk om te knippen. Goeie tip. Jij hebt goede tips, Jessel. Ja, thanks. Die kaastip ziet er niet heel lekker uit. Want kijk, het is niet echt een mooie kleur. Nee. Maar deze twee prachtige dingen komen er straks op. Lekker, hè? En als je ui over hebt, ik ben altijd wel blij, want dan kan ik weer lekker in bakken. Je kan het ook invriezen, hè? Ja. Sommige mensen doen wat knoflook, ui en olie. Ja, in zo'n ijskronjes houden, hè? Ja. Dat vind ik leuk. Nu gaan we dus gewoon die twee dingen erin gooien. So easy. Ik vind het ook, moet ik zeggen, zo'n kaas vind ik niet heel charmant. Nee, het is gewoon niet goedkoop. Het is gewoon niet smakelijk. Op een of andere manier. Ja, wat is dit? Huh? Voor het vocht? Ja. Wist ik niet. Doe er maar niet bij in. Alsjeblieft. Tampon. Je kan de crème fraîche wel bij, maar ik vind het altijd een beetje leuk om het in etappes te zien. Komt-ie. Lekker creamy, creamy. Ik doe het er pas bij, misschien gaat hij dan wat gaat hij? Ja, want er blijft een klontje zitten hier, hè? Oei. Ja, oh ja. Gaat-ie? Nou, hij neemt hem een heel klein beetje mee. Ja. Ja, daar gaat-ie. Eerst zie je heel vies, een soort grijs met stukken, en nu wordt hij één kleur. Ja, nu wordt hij glad. Ja. Ja. We zijn er bijna. Wow, maar nu zie je hem. Hij is helemaal omhoog geklotst. Ja, maar hij wordt nu wel mooi. Een soort blauwe. Ja. Ja, en misschien is het ook wel heel makkelijk proeven. Het is echt bizar. Ik vind het heel lekker. Het is zo heftig. Ja, het is heel intens, maar echt lekker. Er hoeft niks bij, hè? Ah. Toch? Nee. Ah, ik vind het ook lekker. Terwijl het dus extreem simpel is, maar ik heb dit nog nooit ergens gehad. Blauwe kaasdip. Weet je wat jij zou moeten doen? Nou? Een borrelcafé. We gaan even nog heel wat doen. Dit even afgieten, omdat we... Dat vocht kan je wel bewaren als dressing of zo, maar we willen gewoon dat hij mooi dik blijft. Dus echt een tweede laag. Ja, dit is ook wel genoeg, hè? Wauw, wat ziet het er mooi uit, hè? Nog meer? Ja, ik denk het wel. Heerlijk. Ja, en ze gaan uiteindelijk natuurlijk door elkaar doordat je het dipt, maar je moet dat zelf doen. Het ligt niet al door elkaar heen en dat vind ik leuk. Ja, dat is leuk. Ja. Waar ga jij dit mee dippen? Ik vind dus blauwe kaasdingen heel lekker met witlof. Ja. Bloemkool bijvoorbeeld. Ja. Ik heb witlof gekocht. Hou je daarvan? Ja. Ik dacht ik ook. Zeker van het crunchy. Nou, maar die bittere smaak gaat gewoon heel goed daarmee. Met die zoete rode ui. Met die blauwe kaas. En die blauwe kaas, een beetje pittig. Witlof is heel lekker met blauwe kaas. Oh, heb ik nog nooit gegeten. Echt? Nee. Oh. Ik doe dit lekker met mijn hand. Zie je dat je echt wel veel ui nodig hebt? Ja. Ik vind zeg maar die kleur van die dip is gewoon niet zo mooi. Dus je wil eigenlijk net zien dat er wat onder zit. Maar er mag best wel veel roze in zitten. Want dat is gewoon het allermooist. Vind ik. Mijn mening. Zeggen ze dan, hè? Zoals Geus en Gorgos. Kan natuurlijk ook prima in een rond bakje. Lijkt me ook heel mooi. Dit is ook best groot op een borrelplank natuurlijk. Ja, deze komt overal. Deze is juist ook op het... Wit, grijzige, blauwige, mooi. Ik kan er niet tegen als hij de rand aanraakt. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. Ja. Zo, niet te veel. Wij nemen een witlof. Een witlof. Lekker. Schep je met die kant of schep je met die kant? Oké, taste test. Cheers. Oeh! Huh? Apart, hè? Had je niet verwacht, hè? Nee! Je hebt meer ui verwacht, toch? Ik had echt gedacht van, ik ga heel veel ui. Ja, maar hij is zo lang gemarineerd. Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik het lekkerder vind dan wat ik dacht. Heel lekker! Dit is zo apart. Heel lekker. Het is lekker, hè? Ja, nou, echt top. Wel lekker. Fijn! Applaus voor je. Oh my god, we zijn klaar! Leuk! Ja, het was echt leuk. Nou, eigenlijk niet leuk, want ik vond het heel gezellig. Ja, we hebben het echt heel gezellig. Ja. We gaan lekker smikkelen van de aioli en de heerlijke blue cheese dip. Ja, lekker. Zou je een blauwe kaas dip noemen of anders? Nee, je moet even een hippe naam ervoor bedenken. Blauwe kaas dip, dat doet een beetje tekort.
Vind ik ook. Laat even weten hoe je deze lips zou noemen. Als iemand een leuke originele naam heeft. Ja. Leuk. Volgende week. Volgende week is de laatste aflevering dat we een recept gaan maken. Leuk. Spannend. En het wordt een beetje anders. We gaan een zoete pepertjes dip maken. Die ik altijd maakte in mijn borrelbar. En een cocktail. Ja. Voor bij de borrelplank. Mijn gast gaat een cocktailrecept laten zien voor bij de borrelplank. Oh. En dan komt al de laatste aflevering daarna. En dan wordt borrelen. Leuk. Leuk hè? Ja. Bedankt voor het kijken. Jij bedankt dat je er was. Geen dank. En wij gaan lekker doorsmikkelen. Yes. Doei. Doeg.